Nick Jevra in gelijkspel in Genk. Hoe heb jij de wedstrijd vandaag gezien? Ik denk dat ik heel weinig werk heb gehad. Dat we het was wel allee, gelijk opgaande wedstrijd. Ik denk dat we allebei. Ja, we hebben de eerste helft niet goed gespeeld. Gelukkig zijn we daar de tweede helft uitgekomen. Dat was wel na het doelpunt, dat is eigenlijk al te laat. Maar ja. Jullie hadden waarschijnlijk, volgens mij, zeker op snelheid iets meer. Ja. Genk probeerde vooral de bal rond te tikken. Maar het zijn wel twee ploegen die elkaar gewaagd zijn. Ja, ik denk wel dat het een leuke match was om naar te kijken. Het waren wel niet veel kansen. Het was vooral een beetje middenveldvoetbal. Maar uiteindelijk, ja, dat is een wedstrijd dat we eigenlijk hadden moeten winnen. Het zijn twee dure punten dat we hier laten liggen, zeker tegen Genk. Omdat die ook heel sterk bezig zijn, vlak achter ons staan. Dus, ja. Voor jullie het op dit moment dan toch het eerste puntenverlies. Ja. Jullie hebben al tegen Standaard gespeeld. Jullie hebben vandaag Genk gezien. Ik denk dat ook nog Anderlecht erbij is. De competitie is wel iets meer uitgevlakt. Er zijn vier ploegen zeker die voor met elkaar waard zijn. Ja, ik denk we hebben die vier ploegen al gehad. En dat waren altijd stevige wedstrijden, heftige wedstrijden. Allee, altijd je kop moeten leggen voor een bal, want anders kwam je er niet. En ik denk dat het wel aangename matchen zijn om ook naartoe te leven, om te spelen. En, ja. Ik denk ook dat beide ploegen, zowel Genk als Gent, twee teams zijn die echt ook aan opbouw doen van vrouwenvoetbal en heel goed aan het werken zijn. Ja, we zijn hier heel goed onthaald in Genk en mooie infrastructuur. Ik denk dat heel even naar de Red Flames, je was er de laatste wedstrijd niet bij. Uiteindelijk heeft België nu de kwalificatie gehaald. Dat kan een boost geven aan het vrouwenvoetbal. Ja, dat is waar. Dat is iets waar we naartoe kunnen leven. Dat is nog, we hebben nog voldoende maanden om daar naartoe te gaan en ik denk wel dat dat een grote stap is. Ja. Hoe vervelend is het voor jullie als team om regelmatig telkens die breaks erin te hebben? Dus twee weken wedstrijd, dan een weekje niet. Ja. Hoe vervelend is dat? Ja, dat is heel vervelend, want je ziet dan ook dat we met heel weinig op training zijn. Als dan de eerste ploeg is, dus de U19, de U17, dan zijn wij met niet veel. En dan wil je een oefenmatch in plannen, maar dat is dan ook heel moeilijk. Omdat de meesten zijn al weg of hebben eens rust nodig. Of, ja.